Hilversum. Rust bij België tegen Paraguay. Er is nu eerst een korte Sokitera-uitzending. En over een paar minuten melden we ons weer. Tot straks. Veel mensen denken dat wij van de monumentenzorg zijn, maar wij zijn van de monumentenwacht. Nou ja, wij inspecteren gebouwen van onder tot boven. We bekijken het schilderwerk, het muurwerk, het ijzerwerk, de constructies. Monumentenwacht is een stichting. En in elke provincie werken een aantal teams. Zo'n kerkje waar we nu op zitten, dat is een ABN van ons. En daar komen we eigenlijk zo plus minus om de 8-9 maanden weer terug. We hebben grachtenpanden, boerderijen, molens, zelfs een paar kastelen. Meestal beginnen we dan met het dakwerk. En ja, kunnen we natuurlijk op het rapport allemaal schrijven wat er allemaal keert en wat goed is. En dat rapport gaat uiteindelijk naar een eigenaar van een gebouw of een bestuur van een kerk. Is er iets aan de hand, bijvoorbeeld dat er goten niet goed zijn, dan moet er loodgieter komen. Dat is erg belangrijk, want als die erg slecht zijn, dan kan natuurlijk binnen korte tijd een kleine oorzaak en hebben een grote gevolg. Hè. Kleine reparaties nemen gelijk mee dat het water eigenlijk niet in zijn kap kan komen. Want dat is erg belangrijk. We kunnen op veel plaatsen komen waar een eigenaar van een gebouw helemaal nooit komt. We hebben daar speciale apparatuur voor. Zo'n inspectiebus waar alles in zit. Dat hebben we dankzij het Prins Bernhardfonds gekregen. Ja, zij zijn niet de enigen die steun ontvangen van het Prins Bernhardfonds of van het Anjefonds. Neem nou bijvoorbeeld dit orgel uit 1872. Het is een van de meer dan 600 monumentale historische orgels die we in Nederland nog rijk zijn. Zo'n 5 jaar geleden, toen speelde het niet meer. Maar dankzij het enthousiasme en de inspanningen van de mensen hier in het dorp en mede dankzij een belangrijke steun van het Prins Bernhardfonds klinkt het nu weer als een klok. Het Prins Bernhardfonds en de 14 Anjefondsen steunen natuurlijk nog veel meer. Ze geven geld voor muziekinstrumenten voor harmonie en fanfare, apparatuur voor dans- en toneelgroepen, inrichting van musea, maar ook van dorpshuizen, cultureel jeugdwerk en individuele kunstenaars, kortom, talloze projecten op het gebied van kunst, wetenschap en natuurbehoud. Het Prins Bernhardfonds en de Anjefondsen vinden dit belangrijk. U ook?
Deze week wordt er gecollecteerd. Goedenavond, het is rust bij België-Paraguay en de stand is 1-0 voor de Belgen. En onze gast vanavond is Johnny Rep. Johnny Rep, voetballer bij onder meer Ajax, Saint-Étienne, Bastia en nu nog Feyenoord, maar dat gaat veranderen, John. Ja. John Rep speelde 2 WK-finales in 1974 met Oranje in West-Duitsland en in 1978 tegen Argentinië in Buenos Aires. John, 2 WK's heb je zelf meegemaakt. Hoe waren die toernoois? Nou, kwalitatief ten opzichte van dit? Nou, ik denk dat Duitsland zeer zeker beter was als dit toernooi. Ja. Dat komt misschien ook door de warmte en het hoogteverschil, maar dat was kwalitatief veel beter. Want met deze wedstrijd van dit toernooi heb je toch af en toe dat je bijna in slaap valt. Ja, maar jullie hadden in 78 ook niet makkelijk, hè? Mendoza en Córdoba. Ja, dat was ook zoiets als wat je Monterrey. Nu dus veel in Mexico ziet. Dat het dus heel erg tegenviel. En dat viel met ons toen ook in Mendoza. Daarna zijn we een stuk beter gelukkig gaan voetballen. Mm. Gelukkig wel. Maar dat was ook niet om aan te zien in de eerste ronde. 2 keer was je erbij, heel nadrukkelijk zelf. 2 keer in de finale. In 82 was je in Spanje, bij het toernooi zelf aanwezig. Nu zit je thuis. Ja. Hoe volg je zo'n toernooi? Nou ja, zoveel mogelijk via de tv. En, je betrokkenheid, hoe volg je? Zie je alles? Ja, je denkt toch wel vaak dus aan je eigen toernooi's terug. Van toch wel jammer dat... Nederland er niet bij is en dat je er zelf niet meer bij bent, dat het dus over is. Nee, dat is dan toch wel jammer. Dat je er zelf niet meer bij betrokken bent. Ja. De stemming bij de Denen op dit moment, laten we het even hebben over Denemarken. Die wordt wel vergeleken met die van het Nederlands elftal in 1974 in West-Duitsland. Ja, dat kan ik me voorstellen, want ze spelen erg goed. Vooral die laatste wedstrijd tegen Uruguay hadden ze wel een beetje mazzel dat er eentje in het veld uitgestuurd werd. Maar ze spelen erg sterk en dat doet wat aan ons voetbal denken, want alles gaat lekker door elkaar heen. Die spelen erg sterk. Ja, jullie speelden sterk, destijds zij doen het ook. Is het toch een soort van verschil tussen het Nederlands elftal van toen en het Denen van nu? Ik denk dat toch dat het Nederlands elftal van 1974 toch nog sterker was. Ja. Ja. Ja, zeer zeker. Waar ligt het aan? Nou, nog betere spelers. Mm. Meerdere betere spelers. Je had Johan Cruijff, je had... Johan Neeser en Johan Cruijff vooral, die toch vooral een stempel op dat elftal drukt, die mis je dus. Zulke spelers, die zie ik dus niet bij Denemarken. Je hebt dus wel Michel Lauter, die ik heel ontzettend goed vind. Dat is misschien een soort van speler waarmee jij te vergelijken valt. Misschien wel, maar ik zie toch niet zo'n speler als Johan Cruijff daar lopen. Als we even gaan kijken naar de wedstrijd waarvan we nu de eerste helft hebben gezien, het doelpunt van de Belgen. Was het een zuiver doelpunt? Ja, zuiver hebben we toegekend, maar was het een voorzet of een goal? Nou, het was een heel erg mooie goal, maar het was gewoon van die verkouter gewoon een lucky goal. Daar houden we hem echt de tweede paal voor gooien. Dat zie je zeer duidelijk. Het is omdat hij een beetje uitglijdt. Maar hij was eigenlijk wel mooi. Maar het is een mazzelgoal. Ik zie hem alleen nog niet. Ja, nee, dit is de fase die daar aan vooraf gaat. Ik krijg de eerste uitrap van Pfaff zo dadelijk. Dan zullen we het vervolg dadelijk wel zien. Gun je het de Belgen overigens dat ze een ronde verder komen? Zoals nou, dat wel, maar zoals ze voetballen, dat staat me dus wat minder aan. Ik vind om naar te kijken, vind ik de Belgen toch nooit zo aantrekkelijke voetbalspeler. Defensief? Altijd defensief. Ze spelen altijd wel vrij goed in toernooien en zo. Dus of ze komen altijd behoorlijk ver. Ja. Maar ik zit nooit echt van ze te genieten. Let op, hier komt dat moment. Ja. Maar kijk, je ziet het duidelijk dat hij hem echt tweede paal wil gooien. Nou, daar komt hij dan ook een beetje in de buurt, hè? Ja, alleen ja, dit is een beetje een massaco. Kijk, daar komt hij nog een keer. Ja. Kijk, je ziet het zeer duidelijk dat hij hem tweede paal wil gooien. Ja. Het is niet een doelpunt dat jij straks in de WK top 5, want dat gaan we ook met je doen, zult opnemen? Nee, zeer zeker niet. Vooral verkouden niet, want die ligt me helemaal niet zo goed. Waarom niet? Nou, ik vind het een irritant mannetje. Hoezo? Nou, ook met die wedstrijd België-Nederland met Kief, toen was hij ook heel erg vervelend bezig. En hij is altijd zo bezig. Nou ja, hij is ook geen lekker anders. Jij kon nee, maar hij is een beetje zo'n hakkentrappertje altijd. Altijd op je hakken trappen. Ik vind het wel een goede voetbal, maar een beetje irritante voetbal. Hakkentrapper? Ja, echt een hakkentrapper. En ellebogen?
Nee, meer, meer hakken. Meer van achteren. Heb jij een favoriet in dit toernooi? Ja, Altobelli vind ik een hele goede spits. Mm. Ja, en Maradona is toch ook wel een plezier om naar te kijken. Ja. Een favoriet voor de titel? Team? Nou ja, dat zijn Argentinië, Italië, Frankrijk als die van Italië wint. Ja, dus de achtste finales. Dat zijn toch voor mij wel de grootste kanshebbers. Mm. En dan Rusland niet te vergeten, die kan toch ook nog wel ver komen. Mm. En dus Denemarken als underdog. Denemarken ook? Ja, die kan ook wel ver komen. Kan met zo'n keeper, Rasmussen, daar wordt van gezegd, nou... Nou ja, je hebt Niels en Busk daar in het centrum, dus die moeten maar gewoon voorkomen dat er zo weinig mogelijk bal op kan komen. Ja. En dat kunnen die twee wel. Ik denk dat we zo onderhand weer teruggaan naar Toluca, want daar zal over niet al te lange tijd de tweede helft beginnen. Misschien denkt u, waar is Gerets, Erik Gerets bij de Belgen? Die is gisteren geblesseerd geraakt bij het uitstappen van een bus. Nou heeft hij zijn enkel geblesseerd. Als je zoiets hoort, John, wat denk je dan? Uitstappen bij een bus? Ja, het klinkt heel erg lullig, maar ik kan me dat wel voorstellen, want de bus is nogal vrij hoog. En als je dan toevallig ongelukkig terechtkomt in een kuiltje of zo, dan kan je makkelijk door je enkel heen gaan. Vooral misschien is hij vermoeid geweest of zo, dus dan ga je er makkelijk doorheen. Het klinkt wat onbenullig. Ja, heel erg, maar het kan gebeuren. Mm. Dat kan iedereen overkomen. Oké. We praten straks verder. We gaan nu terug naar Toluca, naar BRT-commentator Rick de Sadelier bij België-Paraguay. Dat er hier in de Bombonière in Toluca gespeeld wordt. Ik moet zeggen, ik heb er wat spijt van. Deze Belgische supporters ook, want het is zo dat vrijwel alle van de zowat 300 hier aanwezige Belgische supporters morgen terugreizen. Mocht dat gebeuren na een overwinning hier, na een tweede plaats in de groep, en God weet, want u weet wat voetbal is. Een eerste, wel dat zou dan een aangename terugtocht zijn. In ieder geval, u heeft gezien wie hier de wedstrijden gevolgd heeft. In Toluca, in Mexico, met even waar. U gaat daar urenlang kunnen van vertellen in de stamkroeg. Gracias.